Ja, hele goede morgen. Het is 10:30, 17 oktober 2020. De online ontdekdagen die zijn begonnen. En was het vorig jaar zo dat de deuren zich openden, dat iedereen gewoon hier het Radboud UMC kon bezoeken om te kijken op de afdelingen en in gesprek kon gaan en colleges kon volgen. Ja, dat kan dus helaas dit jaar niet. Dat snappen we allemaal. Maar daar hebben ze iets op bedacht, namelijk de online ontdekdagen. En betekent ook dat er online talkshows zullen zijn vanuit de tv-studio hier. En de eerste online talkshow die gaat over, ja, hoe kan het ook anders, corona. En je zou bijna zeggen, 7 maanden lang, iedere avond is er al zoveel gezegd over corona. De ene maatregel naar de andere. Het aantal besmettingen wordt ons om de oren geslagen. En toch is het zo dat er nog steeds vragen zijn. En vandaar dat wij een deskundig panel hebben samengesteld. We gaan het in deze eerste corona-talkshow hebben. Onder andere over wat gebeurt er in je lichaam als je corona krijgt. Is het zomaar een griepje, wat mensen zeggen? Sommige mensen zeggen, het is zomaar een griepje, daar moeten we allemaal niet moeilijk over doen. Of schuilt er veel meer achter? En nu we zo lang in sociale isolatie leven, wat betekent het voor de mentale gezondheid? Nou ja, dit en heel veel meer gaan we bespreken in de komende 40 minuten. Waarbij ik meteen zeg dat er ook nog een mogelijkheid is om zelf vragen in te sturen. Dan doe je dat gewoon onder bij de comments. Dan moet ik het even goed zeggen. Je kijkt als het goed is of via Radboud TV of via radboudumctv.nl. En de vragen kun je dus sturen. En als ze tijdens de uitzending komen, probeer ik ze zo goed en zo kwaad als ik kan mee te nemen. Nou ja, ik ga de inleiding niet langer maken, want er is heel veel te bespreken met mijn gasten. Om te beginnen, Monique Reijers aan mijn rechterkant en uw linkerkant, longarts van de Radboud UMC. Vervolgens Alma, hebben we hier naast mij staan. Ja, Alma Tosman, epidemioloog. Dan moest ik thuis nog even, we hebben allerlei logen al gehoord de afgelopen half jaar, maar epidemioloog bij de Radboud UMC. En Erno. En Erno is onderzoeker bij Donders Instituut. En daar gaat het over, ja, eigenlijk ben je hersenwetenschapper. En gaat er over wat gaat er mis in de hersenen bij psychische klachten. Dan zeg ik het maar heel kort. Even een rondje maken. Nog getest de afgelopen maanden? 1,5 week geleden. En? Negatief. Dus ja. Geen ervaringsdeskundige? Nee, zeker niet. Nee, gelukkig maar. Alma? Ik ben voor het laatst in augustus getest. Toen had ik klachten van verkoudheid, maar ik was ook negatief. Okay. Ik heb het nog niet gehad, denk Erno. Ik ben net vers getest. Vers getest. Negatief, anders was ik hier niet. Negatief, maar ik hoorde je net van tevoren zeggen dat je een vermoeden had dat je het al gehad hebt. Ja, vermoedelijk ook ervaringsdeskundige, maar al heel vroeg toen er niet getest werd. Dus ik heb wel delen van de symptomen wel zelf meegemaakt. Ja, welke symptomen had je? Vermoeidheid, griep, koorts. Alle dingen die er maar reukverlies, smaakverlies, al die dingen. Hoe gaat het nu met je? Heb je er nog last van? Of nee, ik heb er geen last van. Het duurde wel een tijdje. Ik heb wel lang over gedaan. Maar top dat jullie hier zijn. We gaan heel veel vragen op jullie afvuren. Vragen die binnenkomen, vragen die ik natuurlijk zelf al bedacht heb. Want ik ben natuurlijk net als de mensen thuis ook ongelooflijk nieuwsgierig. Bijvoorbeeld, dat is meteen de eerste vraag en die stel ik aan jou, Monique, van... Wat gebeurt er nou eigenlijk in je lichaam als je corona krijgt? Mm-hmm. Is het inderdaad gewoon maar een griepje? Of is er toch iets meer aan de hand? Is er iets meer aan de hand? Maar hoe zit dat nou? Mm-hmm. Corona, daar heb je op een bepaald moment contact mee. Dat komt dan via je neus en mond op je slijmvliezen terecht. Daar gebruikt het een bepaald eiwit om binnen te komen in je lichaam. En vervolgens gaat jouw eigen lichaam zijn afweer inschakelen. En dat is bij iedereen net iets anders hoe dat werkt, hoe dat afweer gaat werken. En vergelijk het maar een beetje met het leger in het ene land en het andere land. Ze hebben allemaal een officier en een... Maar ze zijn wel wat anders in hun strategie. En de ene zal wat agressiever op gaan treden dan de ander. Ja. En bij dat afweerproces ontstaat ook heel veel schade in het lichaam. Dat is net als met een oorlog. Het maakt van alles kapot. Daarnaast heeft het coronavirus zelf ook een effect in de cellen op wat hij nodig heeft om zich weer te gaan repliceren, zoals dat heet, heel erg vermenigvuldigen, zodat weer iemand anders kan gaan besmetten. Ja, ja. Dus die twee processen bepalen samen hoe je ziek wordt. En dat is voor griep net zo. En daarom lijkt het ook een beetje op een griep. Ja. Die processen zijn voor die virus en voor jouw afweer ook zo ingericht. Met hele kleine accentverschillen.
En dat maakt dat je er dus net iets anders ziek van wordt dan van een griep. Ja, want het lijkt alsof corona het meer gemunt heeft op de longen. Precies, die longbeelden zoals we die nu bij die corona zien, die zijn echt wel anders dan in de griep. Kun je daar net zo goed aan doodgaan van een griep dan van corona? Ja, maar dat werkt wel iets anders. Ja. En dat proberen we wel steeds meer helder te krijgen, hoe precies. Want daar kunnen we dan hopelijk weer wat mee doen in onze strategieën om iemand er doorheen te slepen. Ja. Maar je zegt, het werkt anders. We kunnen inmiddels stellen dat corona toch echt een heel serieuze griep is, die en buitengewoon besmettelijk is en veel impact kan hebben op... Ja, nou, in andere je longen, hè? Want wat gebeurt er in je longen dan precies? Ja, bij dat gebruik maken van dat eiwit om binnen te komen, wordt een net iets ander systeem aangezet dan bij griep in je afweer. En maakt je ook gebruik van andere eiwitten. En een van de belangrijkste verschillen is dat je door dat verstoren van systemen in cellen een soort waterlek krijgt in je longen. En dat geeft die vlekkige verdichtingen die op die foto's. Ja, even nog voor mij, een waterlek in de longen. Ja, dat is een beetje betekent simpel dan gezegd. Dat de blaasjes kapot gaan of juist niet? Nee, normaal zijn je longblaasjes gevuld met lucht. Ja. Maar als je en loopt langs elk longblaasje een bloedvaatje. Er zitten er celletjes omheen om dat structuur te geven. En die zijn meestal niet, die lekken niet. Hè? Die hebben alles gewoon goed geregeld. Maar door dat virus krijg je wel een bepaalde lek. En dan treedt er water uit in de longblaasje waar eigenlijk lucht hoort te zitten. Oké, je krijgt... In feite water in je longen. Ja. Je longen werken niet meer, je wordt kortademig. Ja. En dat is het. En in de loop van het proces komen er ook heel veel ontstekingscellen. En al die dat gevechtsproces gaat dan ook invloed hebben op hoe je longen daaronder lijden. En wat inmiddels ook duidelijk is, wat al vrij snel duidelijk was, is dat kinderen en jongeren er eigenlijk relatief weinig last van hebben. Maar dat het met name vat heeft op ouderen dan 55 plus, dan ook nog meer de mannen. Met iets meer overgewicht. Dus ik ben de afgelopen weken daar ernstig op aangesproken door mijn vrouw. Toch echt aan mijn gewicht moest denken. Is dat zo en waarom is dat dan? Ja, dat waarom vind ik nog wel een moeilijke. Misschien heeft dat met dat eiwit te maken waar het corona op aangrijpt. Dat mensen die dus ouder zijn dat vaker hebben en meer. En mannen die dikker zijn dat meer hebben. Maar dat vind ik nog wel een hele wat ongenuanceerde uitspraak. Volgens mij moeten we daar nog meer onderzoek naar doen om dat preciezer te snappen. Echt waar? Want je zou zeggen, we zijn 7 maanden onderweg. Dan zou je toch al een beetje het in beeld moeten hebben. Maar onderzoek gaan we niet, dat gaat niet over 1 nacht ijs. Hè? Dan moet je echt wel wat meer over doen dan 7 maanden. Want dat is ook de reden dat het vaccin nog voor de mensen redelijk lang op zich laat wachten. Normaal is dat traject natuurlijk veel langer nog. Vaccin ontwikkelen is nog heel ander traject. Vaccin gaat normaal jaren overheen. Ja. Wij willen het nu eigenlijk binnen het jaar hebben. Hè? Ja. Nou ja, als je denkt aan kankeronderzoek en ander onderzoek naar ziektes, daar doen we jaren over. En we willen dat nu allemaal in 3 maanden proppen. Ja, heel gek. Gewoon echt niet. Nee, dat gaat gewoon niet. Het gaat niet? Nee. Oké, die prognose daar houden we nog even aan. We gaan naar Alma. Alma, epidemioloog. Ja, ik denk dat heel veel mensen thuis denken, prachtige titel. We hebben virologen gehad, we hebben nog... Allerlei logen, de epidemioloog heb ik nog niet zo vaak gehoord, maar wat doet een epidemioloog? Een epidemioloog die is heel erg geïnteresseerd in epidemieën, dus in ziektes die kunnen uitbreken en die, zoals nu met de corona, maar je kan ook aan ebola denken of dingen die, een beetje uit de hand lopen. Nou, daar wordt een epidemioloog zoals ik heel enthousiast van eigenlijk. Ja, en dus met name... maart, april? Ja. Nee, er is werk voor me. Ik heb heel veel gewerkt en velen met mij. Ja. En natuurlijk is de corona niet leuk. Ik vind het ook echt niet leuk. Maar qua werk is het heel interessant omdat je als epidemioloog je heel erg bezighoudt met hoe verspreidt het zich nou door de populatie? Wie worden er nou ziek? Ja. En waarom gaat het nou zo als het gaat? En door daar meer van te weten hoe het in een populatie zich verspreidt, krijg je meteen ook ideeën wat je kan doen om het te stoppen. En dan is waarschijnlijk iedere epidemie een andere. Ja. Hè? Want je zegt, hier kun je niet op voorbereid zijn. Je moet nu, jullie doen aldoende, leren jullie waarschijnlijk. Ja. Want dan hebben we het nu over iedere keer die intelligente lockdown. En nu hebben we er weer een soort intelligente lockdown 2.0. En dreigt een hele serieuze lockdown. Waarom is dat zo belangrijk, die lockdown? Er zijn ook mensen die zeggen, we moeten het gewoon allemaal even hebben. Dan is het klaar, dan hebben we groepsimmuniteit en is het ook goed. Ik denk wat het moeilijke is bij de corona-uitbraak, dat je weet eigenlijk heel goed wat je zou moeten doen om het virus te stoppen, maar dan leg je het hele land plat. En dat wil je natuurlijk niet. Nee. Dus als het aan mij lag en ik zou puur vanwege het virus zeggen, we moeten dit en dit en dit doen, sluit iedereen zich 2 maanden op in zijn huis, kom je nergens
bij wijze van spreken, dan zijn we klaar. Ja. Maar goed, we hebben ook een economie. We hebben kinderen, die moeten naar school. We hebben winkels. Dus dat maakt het dan zo moeilijk om te kiezen van, oké, wat moet je doen om het virus de baas te blijven, ja, maar tegelijkertijd het leven door te laten gaan. Dus dat is ook niet alleen maar aan de epidemioloog. Die geeft alleen maar ideeën over het virus. Ja. Maar die snapt heel goed, ik snap dat ook heel goed, dat er natuurlijk meer bij komt kijken. Ja, komt meteen een vraag binnen van Sandra, die nemen we meteen mee. En die zegt, zijn er verschillende varianten van het virus? Of is dat gelijk over de hele wereld? Of is het coronavirus in Amerika een ander virus dan dat ze in Finland hebben of dat wij hebben? Dat is een goede vraag. Op dit moment zijn die virussen eigenlijk grotendeels gelijk. Ik weet niet precies hoe het zit, maar het kan dus zijn, dat zie je wel bij sommige ziektes, dat het over de tijd, maar dan heb je iets meer tijd nodig, dat die virussen echt anders worden. Ja. Maar op dit moment hebben we allemaal met hetzelfde virus te maken. Iedereen wordt er op dezelfde manier ziek van. En het lijkt, als je er echt genetische DNA gaat uitpluizen van de virussen, ja, dan lijken ze nog steeds heel erg op elkaar. Ja, die groepsimmuniteit waar mensen het over hebben. Hè? Het werd in het begin, helemaal in het begin, werd dat meteen geopperd. Mm-hmm. Je zegt van, nou weet je wat, als we het allemaal nu een beetje krijgen, dan is het ook goed, dan hebben we een soort van schild en dan dooft het vanzelf. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik denk dat we nog niet zo goed weten hoe immuun iedereen hier nou van wordt en hoe lang dat zo blijft. Dus dat is heel riskant. En ten tweede, als je dus wil dat iedereen het heeft gehad en daardoor allemaal immuun is, ja, dan moet je wel door een hele dikke prijs heen om daar te komen. Dat is een hele grote prijs. Dan zouden de ziekenhuizen wel 10 keer zo vol liggen. Ja, en dan zijn we er. Mensen komen te overlijden. Ja. Dus het klinkt heel aantrekkelijk. En dat is natuurlijk, we hebben natuurlijk vaccinaties voor heel veel ziektes in Nederland en ook in de wereld. En dat is wat je daar dan op zo'n manier wel mee kan bereiken. Maar om hem nu allemaal door te maken met alle risico's van dien die we ook nog niet helemaal kunnen inschatten, vind ik niet zo'n goed idee. Geen goed idee. Nee. Dan dat vaccin. Monique, die zei het net al, van, ja, dat is het niet zomaar van de een op de andere dag. Maar heb jij een beetje in beeld hoe het staat met het vaccin? Nou, er is in mijn ogen ongelooflijk hard gewerkt over de hele wereld om een vaccin te krijgen. Heel veel landen zijn bezig. Hè. Er zijn heel veel vaccins, dat komt ook in het nieuws. Die zijn al bijna klaar of die worden al getest. Normaal duurt dat wel 15 jaar om even te schetsen hoe snel het nu gaat. Maar een gemiddeld vaccin voor echt een serieuze ziekte? Ja, van idee totdat het echt wordt gebruikt. 10, 15 jaar is heel normaal. Waar zit die tijd dan in het... Waarom moet dat zo lang duren? Nou, je moet ten eerste bedenken, wat heb ik ervoor nodig? Welk eiwitje of welk dingetje stop ik in het vaccin? Dan ga je het testen. Is het veilig? Werkt het echt? En je komt onderweg vaak allerlei problemen tegen. Natuurlijk, met corona hebben we heel veel haast. Heel veel voorwerk is al gedaan, omdat er natuurlijk heel veel vaccins ook al zijn. Ja. Dus heel veel stappen kan je ook overslaan. En ik denk dat door de haast die iedereen voelt, de stappen ook heel snel gezet zijn. Maar goed, dan hebben we dus misschien straks een vaccin. En dan vraag ik me nog wel een beetje af, hoe goed werkt dat dan uiteindelijk echt? Dat is mijn volgende vraag. Aan wie gaan we dat dan geven? Geven we het allereerst aan de oude mensen die we willen beschermen tegen de ernstige ziekte? Of gaat het misschien eerst naar de jongeren, zodat het zich minder kan verspreiden? Ik zou eerst die risicogroep, die 50-plus mannen. Ja, daar ben ik heel benieuwd wat onze longarts Monique daar misschien van denkt. Monique, als het er straks is, weten we dus niet met 100% zekerheid dat het ook echt werkt, als ik jouw woorden goed begrijp. Hoe gaat het dan? Straks komt een eerste versie. Waar die vandaan komt, maakt niet uit. Of die nou uit China komt, waarschijnlijk niet, maar ergens anders. Hoe gaat het dan? Hele moeilijke vraag. Echt heel moeilijk. Want je moet natuurlijk bedenken dat ook de jonge mensen, want we hebben het daar nog helemaal niet over gehad, maar zoals Erno al vertelde, die hebben toch best wel veel effect van. Ook daar zit een groep van de mensen die behoorlijke impact van corona heeft en ook een poos niet kan werken omdat ze te moe zijn. Daarvan moeten herstellen. Dus als je het economisch belang ook nog gaat meewegen, dan zijn die oudere mensen misschien wel wat minder interessant, hè? Economisch gezien. Ja, snap. Maar ik denk dat iedereen instinctief hetzelfde heeft als jij, van bescherm nou die oudere mensen, die gaan daar echt aan dood. Dus dat is dan het moreel appel wat gedaan wordt. Ik vind het echt heel moeilijk, hoor. Ja. Ik denk dat we er ook, dat we daar echt met rekenmodellen, zoals epidemiologen en andere mensen kunnen doen, wel voorspellingen over kunnen doen wat de effecten zijn, maar het blijven benaderingen. En als je kijkt naar de influenza vaccinaties die we nu jaarlijks doen. Ja, de griepprik. Ja, de griepprik. Die geven we zowel aan ouderen als aan jongeren, als het personeel bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Die ouderen die worden gevaccineerd, maar die hebben iets minder baat bij de vaccinatie dan de jongeren.
Dus als je alleen maar de mensen oud zou vaccineren, dan is hun kwetsbaarheid misschien nog niet goed genoeg geborgd, hè, beschermd. Ja. Dan moet je toch ook de mensen om hun heen vaccineren, zodat ze ook minder vaak in contact komen daarmee. Dus die belangen moet je ook nog mee gaan wegen. En dat is wel het belang van de griepvaccinaties in ziekenhuizen, die wat mij betreft bedroevend laag soms zijn, hè, hoe vaak dat gebeurt. Maar ja, dat is wel belangrijk om onze oudere mensen te beschermen. Ja. Dus je zult denk ik toch op meerdere paarden moeten gaan wedden en dus ook heel veel mensen moeten gaan vaccineren, wil je uiteindelijk echt effect krijgen. Oké, nou dat wordt nog wat. We gaan naar Alma. Alma, we hebben je nog, of Erno, we hebben je nog niet gehoord. Ja, ik zei het al, de hersenwetenschappen. We zijn nu in een soort van sociale isolatie. We leven al daar heel lang in, al een aantal maanden. Mensen worden een beetje onrustig. Heeft dat ook nog gevolg voor de mentale gezondheid van de mens? Ja, zeker. Ja. Dat is al heel vroeg, was daar heel veel zorg over. Dat lockdowns zouden leiden tot mentale problemen. Ja, hoe zit dat? Er is dan ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ook het snelste onderzoek wat ooit gedaan is in mijn veld. Eigenlijk onmiddellijk is iedereen erop gedoken om te kijken wat er nou precies gebeurt. En wat je ziet is dat inderdaad de mentale klachten wel omhoog gaan. Maar was dat meteen al? In het begin had iedereen nog zoiets van, jongens, oké, dit is lastig, maar dit is ook nieuw. Ja. En je hoort iedereen zeggen, ja, in het begin, nou ja, een soort sensatieachtig iets. Je merkt nu pas een soort van moeheid optreden. Dat mensen zeggen, ja, maar nu is het klaar. Dat geldt zeker voor sommige mensen, hoor, die sensatie. Ja. Maar het was ook al heel snel duidelijk dat voor sommige mensen het ook wel anders zou liggen. En dat werd eigenlijk al vanuit China meteen in de eerste maanden duidelijk. Dus ja, dat er een aantal factoren zijn die van belang zijn. Dus aan de ene kant heb je angst, omdat je gewoon, er komt iets op je af wat je niet weet, wat je niet kent. En wat levensbedreigend zeker in het begin, is. Ja. Levensbedreigend, zeker in het begin in China was het onduidelijk wat het precies was. Aan de andere kant is er ook een verlies aan economische slagkracht eigenlijk. En dus mensen zijn in één keer, hebben geen werk meer of hebben geen inkomsten meer. Dat speelt in Nederland misschien minder een rol, maar in andere landen wel. Ja. Wat ook leidt tot een angst van in hoeverre je je bestaan kunt financieren nog. Dus die factoren samen leiden er eigenlijk toe dat je een soort staat van chronische bezorgdheid en stress krijgt. En dat weten we, over langere termijn zorgt voor mentale problemen. En dat is eigenlijk nu niet anders dan in andere soorten van crisis. En wat zijn dan de problemen die mensen krijgen? Hoe uit het zich? In sommige gevallen leidt dat tot depressie en angststoornissen. En eigenlijk een verergering van al het soort van stressgerelateerde klachten die je kunt hebben. Maar we moeten bij niet vergeten dat het wel een kleine groep is. Dus het is, welke groep is dus het? Het zijn de mensen die kwetsbaar zijn daarvoor, waarbij dat verergert. Maar er is natuurlijk, zoals altijd, bij elke blootstelling aan stressvolle ervaringen, is er ook een hele grote groep die wel weerbaar is. Dus we moeten niet denken dat iedereen nu depressief en angstig wordt. Nee. Maar er is wel degelijk een bepaalde groep waar heel veel zorg bij is. Ja. Dan heb je nog een andere groep, die hebben schijnbaar nergens last van. Die hebben fysiek nergens last van, maar ook lijkt het in hun hoofd nergens last van. Dat zijn de jongeren. En die worden natuurlijk tegenwoordig de afgelopen weken veel aangesproken. Ze zeggen, jongens, blijf bij de les, vergeet even die feesten, het café even, laat het links liggen. Gebeurt het daar niet of gebeurt het daar op een andere manier? Nou, kijk, bij jongeren is natuurlijk, in het begin was die angst er wel, denk ik, maar na verloop van tijd is dat veel minder geworden. Maar dan spelen wel andere dingen een rol, dus die hebben wel een grote verandering in hun sociale contacten. Ja. Hebben in één keer veel minder contact met hun vrienden, worden veel minder geprikkeld in hun ontwikkeling, wat ook op langere termijn negatieve gevolgen kan hebben. Dus er zijn vooral bij kinderen is daar wel zorg over geweest in het begin ook. Dat terugtrekking uit scholen en terugtrekking uit sociale omgeving uiteindelijk lange termijn gevolgen kan hebben voor kinderen. Gelukkig hebben dus de scholen open weten te houden nu. Wat echt heel belangrijk is voor kleine kinderen in een hele belangrijke fase van ontwikkeling. Ook voor ontwikkeling van stresssystemen is essentieel. Maar de zorg is natuurlijk nog wel bij de groep van jongeren die in sociale isolatie veel meer in isolatie zitten dan ze normaal zouden zijn. Ja. En echt die groep, die moeten we meer dan ooit aanspreken om zich toch echt aan de regels te houden. Aan de andere kant, de regering doet natuurlijk van alles en die spreekt ook. Rutte spreekt natuurlijk op camera ook vaak de jongeren aan en die geeft ze een pluim in eerste instantie. Maar die zegt nu ook van, jongens, dat gaat niet helemaal goed. Wat is de beste manier om met die groep om te gaan? Nou ja, we moeten denk ik niet paternalistisch een vingertje gaan heffen en ze aanspreken op hun gedrag. Ik denk dat dat niet goed werkt. Ik denk dat ook smijten met cijfers, dat het voor hen zelf gevaarlijk zou kunnen zijn, niet werkt. Ze roken ook bijvoorbeeld. Dat is vele malen gevaarlijker dan corona voor jongeren.
Dus dat soort strategieën, denk ik, zijn minder effectief. Ja. Wat je beter kunt doen, is een soort gezamenlijk doel stellen, waarin je zegt van, nou, de jongeren deel uitmaken van een doel wat wij als samenleving stellen om hier uit te komen. Ze daarbij te betrekken. Ja, verantwoordelijkheid. En die ze in verantwoordelijkheid geven, ja, dan kun je nog allerlei andere dingen doen, zoals rolmodellen bijvoorbeeld. Dat is een beproefde methode natuurlijk, waarbij bekende Nederlanders een rol spelen. Van Louise, hè? Ging goed. Van Louise is maar uiteindelijk samen met Diederik Gommers is dat toch wel een kan we toch nog een goed. Heel het goed was een 1-2'tje. Dat was niet van tevoren zo bedacht, denk ik. Maar ik uiteindelijk het had van tevoren bedacht kunnen zijn. Ja. Ik denk misschien ook een reden waarom de jongeren eigenlijk moeilijk bij te sturen zijn, buiten het feit dat ze nog jong zijn, dat ze nog van alles willen en die sociale contacten heel belangrijk vinden, is dat het lijkt alsof die helemaal niet zo ziek worden. Ik zeg, want er zijn relatief weinig jongeren die overlijden. Ja, is dat zo? Of is dat... Ja, dat is zo, denk ik. We hebben inmiddels al heel zeldzaam 1 genetische aandoening kunnen uitvogelen. Ja. Die maakt dat mensen wel kwetsbaar zijn, maar dat zijn echt uitzonderingen. En dus de meeste jongeren hebben inderdaad veel minder last van corona. Ja. Ja. Maar dat is omdat hun immuunsysteem beter voorbereid is op die aanval. Ja, en hun legertjes zijn nou eenmaal sterker dan de coronalegertjes. Ja. Ja, nou, dat is een sterker en niet sterk, dat is niet zo helemaal de vergelijking. Maar je hebt gewoon andere tactieken nog als je jonger bent. Okay. Maar ook dat eiwitje waar dat corona gebruik van maakt, is waarschijnlijk anders bij jonge mensen. Ik weet niet of ik het goed zeg, Alma, maar dat... Ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet precies. Maar zij worden er gewoon minder ziek van, uitzonderingen daar gelaten. Maar wat ik dan heel belangrijk vind om wel te benadrukken, en ik denk dat dat ook iets is wat je met jongeren zou willen bespreken, van het gaat niet om jou. Ja. Het doel is voor de jongeren, denk ik ook, dat we weer vrij willen zijn met z'n allen. Ja. Dus dat zou een hele goede motivatie kunnen zijn om toch je aan die onhandige, onprettige maatregelen te houden. En ze hebben natuurlijk ook ouders. Ze hebben oma's, ze hebben ooms, tantes, buren, die natuurlijk wel mogelijk besmet kunnen worden doordat zij dat dan doorgeven. Want kinderen, jongeren, ouderen zijn allemaal even besmettelijk? Nou, we gaan er op dit moment van uit dat kinderen niet of echt bijna niet besmettelijk zijn. Die kunnen het wel krijgen, maar die zullen het niet zo makkelijk doorgeven als iemand die ouder is. En we leggen op dit moment de grens een beetje bij 15, maar misschien 18 jaar. Vanaf die leeftijd zeggen we, dan ben je echt in staat, dan ben je echt besmettelijk. Oké, dat is goed om te weten. Dus we met zien het best naderende wel... Sinterklaasfeest, hè? Ja, precies. Ja. We moeten wel uitkijken voor Sinterklaas. Ja. Maar de kinderen die zullen niet zo snel de besmettingen overbrengen. Nee. Sinterklaas zal het niet van de kinderen krijgen. Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Nou ja, dat is goed om te weten. Inmiddels blijven de vragen binnenkomen. Ik heb hier een vraag van Robert aan de hersenwetenschapper. Erno, voor jou. U geeft aan, roken is gevaarlijker voor jongeren dan corona. Maar de essentie is toch juist dat we het bij jongeren willen voorkomen. Zodat zij het niet doorgeven aan de ouderen. Hadden we het net over. Dus moeten we niet juist paternalistisch zijn richting de jongeren. Dus juist wel dat vingertje. Nou ja, wat ik net heb uitgelegd, is dat kun je doen. Maar het is de vraag of een goede strategie is die werkt. Dus je zult moeten bedenken, wat is de beste strategie om jongeren zover te krijgen? En ik denk simpelweg een vingertje heffen, dat niet de methode is om dat te doen. Nee. Qua roken is natuurlijk, het is op zich, en ik denk dat we daarover eens zijn, dat de pure gezondheidseffecten daarvan sterker zijn dan van corona zelf. Ja, maar inderdaad is dat niet het probleem, want we moeten die jongeren dus overtuigen om zich te beschermen, juist om anderen te beschermen. Dus dat is een doel wat buiten hen zelf ligt. Ja, dat is in de wetenschap van gedragsverandering is dat een van de hele grote dilemma's. Hoe krijg je die mensen zover om eigenlijk zichzelf op te offeren voor een groep? Ja. Dat is eigenlijk wat je van ze vraagt. Ze hebben er zelf niet zo heel veel aan om dat te doen. Nee, dus dat is het. Nou, dat is volgens mij ook constant wat gezegd wordt tegen de jongens. Zeg van, goh, okay, je krijgt het misschien ben je helemaal niet bang om het te krijgen. Ja. Maar je kan het doorgeven aan je opa of aan je oma. En dan is het misschien wel een groot probleem. Sandra die zegt, als je corona dus vaker kan krijgen, dan gaat het toch nooit helemaal weg. Dan zijn we er nog wel even mee bezig. Alma. Ja, dat klopt. Kan je het vaker krijgen? Want ik heb nu een paar keer een verhaal gehoord van iemand die het voor de tweede keer krijgt. Ja, je kan het vaker krijgen. Dat vind ik aan de ene kant een beetje spannend, want dat betekent dus ook dat je niet meteen een super immuniteit opbouwt en het dus nooit meer krijgt. Ik denk ook wel dat het niet betekent dat iedereen het dan nog meteen voor een tweede keer kan krijgen. Je zal er wel minder gevoelig voor worden. Maar dat klopt, dat is bekend. Kan, garanties zijn er dus ook weer niet. Nee. Oké. Debbie vraagt, iemand is positief getest, heeft weinig tot geen klachten. Na 4 weken later nog positief. Is diegene nog steeds besmettelijk? Wie? Jullie.
Je zit 4 weken tussen de testen en dan ja, ik zie positief. Iemand die positief getest heeft, weinig tot geen klachten, ja. Nu 4 weken later nog steeds positief. Ja. Ik denk op het moment dat je bij iemand PCR doet, hè, zo'n test in de keel doet en er worden eiwitten aangetroffen, daar zijn we in het belopen na een ziekte, hebben we wel eens het idee dat dat alleen nog maar doodmateriaal is, hè? Simpel gezegd. Ja. Maar ik denk dat als je dat treft met zo'n grote interval, dat iemand zichzelf als besmettelijk moet beschouwen. Oké. Dan nog een vraagje, dat is dan, die had ik dan zelf bedacht, zal ik maar zeggen. Dat mag ook, hè. We horen vaak dat op de IC ouderen en mensen liggen met overgewicht. Als ik nu af ga vallen, maak ik dan minder kans om corona te krijgen? Ik ga meteen ja zeggen, want elke kans om mensen gezonder gewicht ja, te laten krijgen... Maar dan weet ik al dat het antwoord nee is. Nou ja, nou, toch geen niet minder kans ja. om corona te krijgen, maar wel minder kans om op de intensive care te vallen. Ja, dat denk ik terecht ja. te komen. Je hebt minder kans op een ernstig beloop. Maar ook als ik in de komende week 5 kilo afval, ja. dan ben ik over een week, is de kans groter dat ik er, als ik het krijg, beter van herstel. Als je kijkt naar de groep mensen die we nu van de eerste golven bekijken, dan is het grootste deel die een ernstige beloop heeft gehad, heeft gewoon een groot hoog BMI, boven de 30. Ja, dat BMI is dan, moet je je gewicht delen door je lengte in het kwadraat. Ja, daar heb ik wel eens gehoord, ja, BMI. Dat was mijn paard wel gewoon goed. Maar dat hoeft niet op. Goed, Hanne die zegt, waarom is de leeftijdsgrens onder de 13 en niet onder de 12? Ja, je moet ergens een grens trekken, denk ik. Ja. Ik denk dat er voor die grens gekeken is naar wat is ook een beetje praktisch, hè. Dus bijvoorbeeld als je 12 bent, ga je naar de middelbare school. Dus dat is om die reden een grens die dan vaak wordt gebruikt. Het had ook 13 kunnen zijn, het had ook 11 kunnen zijn. Maar dan wordt er gewoon gekeken, wat is een makkelijke grens waar we makkelijk mee kunnen werken. Ja. En daar is die getrokken. Oké, dan had ik er hier nog eentje. Hoe kunnen we, en die staan weer voor jou Erno, hoe kunnen we de mensen nou bewegen om toch actief te blijven en mentaal gezond? Want dat is wat we willen natuurlijk. Ja. Hè? En zeker in de fase nu, na 7 maanden, iedereen is het een beetje klaar mee. Is het een beetje, maar nu, juist nu, met het oplopen van de besmettingen, is dat belangrijk, denk ik. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou ja, wat we moeten proberen is gewoon de standaard regels aan te houden die je eigenlijk altijd adviseert aan mensen die in moeilijke mentale situaties zitten. Dus mensen die kwetsbaar zijn voor depressie, voor angst, et cetera, voor stressgerelateerde klachten, die raad je aan om meer routine in hun leven aan te brengen. Dus nou ja, ondanks dat je thuis zit, wel gewoon een vast ritme aan te houden gedurende de dag. Goed voor jezelf te zorgen, je aan te kleden. Naar buiten te gaan, daarbij te sporten, al dit soort dingen. Dat zijn allemaal niet belangrijke factoren. Niet in een hoekje gaan zitten en afwachten of het wel of niet komt. Gewoon. Nee, maar gewoon is natuurlijk de neiging is groot om gewoon 's ochtends langer in je bed te blijven liggen. Ja. Denk ik vooral voor jongeren ook, dat het veel een rol speelt. Ook als je niet direct naar je werk moet of voor je werk iets moet doen. Maar probeer wel gewoon een ritme vast te houden en probeer ook dat elkaar daarin mee te nemen en dat een zo sociale structuur te creëren. Een andere is dat we juist meer contact moeten gaan zoeken. Dus we moeten niet mensen alleen laten die in isolatie zitten. Zeker mensen die geen familie hebben om zich heen in huis. Ja. Maar we moeten eerder vaker contact gaan zoeken. Dus we hebben nu natuurlijk allerlei middelen om dat te doen met videobellen en zo. Ja, maar dat is bijna tegenstrijdig. Hè? Want we mogen eigenlijk elkaar niet meer opzoeken. We mogen nog maar met 3 man ergens naar binnen en dan de rest van de dag niet. Dus ja. Iedereen zegt blijf eigenlijk fysiek 1,5 meter van elkaar, maar blijf ook... Zoek elkaar niet te veel op. Ja. Maar jij gaat daar dan tegenin en zegt van nou, het is eigenlijk wel belangrijk om dat wel best te blijven doen. Op te zoeken om contact op een verantwoorde te manier. Dus ga dan video bellen met opa's en oma's ook. Om contact te houden. Ja. In werkomgeving ook. Ik merk het ook dat als ik een groep aanstuur die uit elkaar valt en thuis zit. Ik moet die wel bij elkaar houden. Dus daar ga ik ook mee video bellen de hele tijd. En ik zorg dat iedereen bij elkaar en iedereen contact heeft met elkaar. Met oudere mensen, is bijvoorbeeld het schrijven van een brief naar je oma, die vinden ze fantastisch, die gaan ze 20 keer lezen. Dat is een goede tip. Dat is echt... Want iedereen zei dat videobellen natuurlijk wat mooi is, maar wat voor sommige bejaarden met dementie natuurlijk ook niet werkt. Maar een brief schrijven, gewoon een brief schrijven. Ja. Dat is een goede tip. En daar kan je ook zelf je emoties in kwijt. Hè? Ja. Ja. Even kijken, ik kijk wat ik nog meer heb. Oh ja, de sneltest. Want we hebben natuurlijk nu iedereen die roept van jongens... Kinderdagverblijf of waar dan ook zeggen, jongens, een test, dat duurt 2 dagen voordat je überhaupt getest kunt worden. Dan duurt het ook nog een tijdje voordat het duidelijk is wat de uitslag is. De sneltest. Is dat de oplossing? Hoe werkt die en wanneer hebben we hem? Ik weet niet precies wanneer we hem hebben, maar volgens mij zijn er wel goede berichten over gedeeld.
De sneltest werkt dat je in plaats van dat je het materiaal wat je dus uit de neus of de keel haalt helemaal naar een laboratorium brengt, wat daar in een apparaat gaat en wat daar heel lang moet blijven, dus wat heel lang duurt, ja, dan gaat dat meteen. Dus het gaat op een dingetje en een, nou ja, heel korte tijd later komt er een streepje negatief of twee streepjes als positief. Als ware het een zwangerschapstest. Als ware het een zwangerschapstest. En is het op dezelfde manier ook weer in de neus? En of? Ja, helaas heb je wel het virusmateriaal nodig. Ja, en dat zit echt helaas achter in je neus en achter in je keel. Okay. Dus de sneltesten waar we in het nieuws wat over gehoord hebben, daarvoor heb je nog steeds diezelfde test nodig met dat stokje. Alleen wat er daarna dus mee gebeurt, dat gaat wat sneller. En dat zou denk ik heel prettig zijn, vooral als je denkt aan personeel van kinderdagverblijven, personeel in de zorg, wat nu heel lang moet wachten. Ja, dat en daardoor dus heel veel sneller weer aan het werk kunnen gaan. Ik zou dat echt heel, heel fijn vinden. Ja, als dat ik denk snel dat heel veel mensen dat echt heel fijn zouden vinden. Nou, daar komt veel binnen, jongens. Hoe kan het dat iemand die COVID-positief is, in het begin heel ziek kan zijn en daarna lijkt te verbeteren en dan toch opeens weer ernstig ziek wordt? Mm-hmm. Begint ziek, dan lijkt het gedaan te zijn en dan in één keer komt het toch weer terug. Ja, dat heeft met dat afweerreactie te maken. Dus dat je dus in eerste instantie laat je een bepaalde standaardreactie zien op dat virus. Met koorts en je niet lekker voelen. Ja, zo begint het dan, koorts. En dan lijkt je van, nou, en dan komt er een soort tweede reactierespons in het lichaam op gang. En die maakt dan dat die ziekte zo, dat soort toeneemt. En daar zit onder andere dat stukje, dat vocht uittreden. Heeft daar een rol in. Maar ook daarna allerlei ontstekingsreacties die de longen nog meer onder druk zetten. Dus dat kan dan plotseling op verergering geven. Ja, want die longen herstellen die zich wel, want dat maakt ook dat, want dat zegt Michel, waarom blijf je zo lang moe? En waarschijnlijk zijn die longen dan gewoon een soort van kapot of vol met water. Dat heeft heel veel tijd nodig. Moeheid is een van de moeilijkste dingen voor ons dokters om te meten. We kunnen daar niet een bloedafname doen en zeggen, nou, je bent ongeveer 80% moe, op de graad van moeheid. Die hebben we niet. En moeheid is bij heel veel mensen dus ook heel verschillend opgebouwd. Ja. Maar bij alle afweerreacties die we maken, komen er ook stofjes bij die dat gevoel van moeheid geven. En dat is bij de een meer dan bij de ander. En waarom dat dan zo lang blijft bestaan, heeft dus ook heel veel te maken met het opruimen en het weer herstellen van die afweerreactie. Ik vergelijk het ook wel eens met een blauwe plek. Als jij een flinke tet krijgt en je hebt een blauwe plek, dan is die pijn soms al weg. Maar dan heb je nog maanden dat je die vlekken nog ziet, dat het nog moet opgeruimd worden. En dat die afweer werkt eigenlijk hetzelfde in jouw lijf. Je kan dan al denken van, nou, ik ben alweer een heel stuk beter, daar ben je ook. Je hebt heel veel opgeruimd. Maar dat opruimen van al die reacties en al die balansen weer herstellen van al je systemen, dat kost gewoon echt heel veel tijd. Ja. En dat is waar mensen we zijn ook allemaal ongeduldig, hè? Daar hadden wij het van tevoren ook over. Je wil zo snel mogelijk weer aan de slag. We hebben gewoon tijd nodig. Zo snel mogelijk een sneltest, alles moet snel. Ja, en met een gebroken been denk je van, nou, gips eraf, hoppakee. Maar er is bij een infectieproces veel subtieler en heel variabel van mens tot mens. Ja, maar kun je volledig herstellen weer of blijft er altijd in een soort van erfenisje houden? Ja, we zien dus nu, we hebben de nazorgpolie op het Radboud Ziekenhuis. Daar volgen we mensen nu 3 maanden na een COVID-infectie, 6 maanden. En we zien een heleboel mensen herstellen. Maar er zijn ook mensen die daar echt lang tijd voor nodig hebben. En dan komen we weer bij van hoe zit jij in elkaar van tevoren? Zitten daar ook andere factoren bij? Dat weten we nog niet zo goed. Of zijn dat toch inderdaad viruseffecten? Dat vinden we echt nog wel moeilijk te onderzoeken. En een van de belemmeringen daarbij is dat we niet een buisje hebben van moeheid. En dat is het. Nee. Hè? Dus die kunnen we niet zo goed vangen. Dus dan moet je gewoon heel veel meten, weten, uitvinden. Maar voor tussen moet je mensen wel helpen om de juiste sporen te vinden om te gaan herstellen. Dus fysiotherapie of juist een beetje ontspannen en niet te veel doen. En een beetje je tempo aanpassen. Dat is voor iedereen heel individueel. Wanneer is het moment daar dat je het wel misschien wat helderder in beeld hebt? Want ik weet, iedere keer hoor zeggen, is dat je zegt van ja, ik geef een antwoord, maar ik weet niet, het is geen sluitend antwoord. Nee. Wij zijn nog volop bezig. Het is, ondanks het feit dat het al 7 maanden is, zijn er toch nog heel veel vragen. Het gaat voor, echt ook voor jullie. Vergeleken met andere ziektes echt mega snel. Om de hele wereld, als je wil niet weten wat er allemaal gepubliceerd wordt en aangeboden en uitgesproken. Maar tijd is gewoon een belangrijke factor om mee te nemen in dit. Want we kunnen nu een half jaar, ik bedoel, de ziekte is pas geïdentificeerd in 30 december of zo, 2019. Ja. We zijn pas 10 maanden onderweg. Ja, ik vind dat we al verschrikkelijk veel weten. Maar over die lange termijn effecten en hoeveel procent van de mensen echt
restloos geneest en hoeveel mensen er last van hebben. Daar hebben we echt meer tijd voor nodig om dat definitief te kunnen zeggen van nou, dat is 3%. Daar gaan we nu niet uit kunnen spreken. Maar ik denk wel dat het grootste gedeelte van de mensen gewoon restloos geneest. Dat is goed nieuws. Ik heb hier nog een vraag over, jullie gaven net aan, dat kinderen minder besmettelijk zijn. Is het ook echt aangetoond dat als een kind corona heeft, dat zijn of haar snot of speeksel dan geen virusdeeltjes verspreidt? Ja, dat is een hele goede vraag. Hele goede vraag. Ik denk, John, als een kind corona heeft, zal er zeker virusdeeltjes in dat snot en dat speeksel zitten. Dus ik zou het niet zomaar, ik zou het een risico vinden als dat overal wordt verspreid. Maar het is echt wel gezien dat je, wanneer je bijvoorbeeld volwassenen hebt met corona, zie je dat die echt veel meer mensen besmetten dan wanneer je bijvoorbeeld kinderen hebt met corona. Dat hebben ze in Duitsland op scholen ook heel goed onderzocht, hoe dat dan gaat. En dan zie je gewoon dat als het kind, nou ja, de eerste was waarbij dat ontdekt werd en gekeken is met wie heeft zo'n kind contact gehad, welke volwassenen, daar wordt dan bijna niemand ziek. En een volwassene die ziek is, ja, dan zie je gewoon dat daar in de omgeving wel mensen ziek worden. Dus dat zijn een beetje, ja, eigenlijk een beetje indirecte manieren hoe je dat kan weten. En ik denk in dat speeksel, in dat snot zit zeker wel wat virus, maar dat zal dan toch minder zijn dan bij volwassenen. Anders was dat niet zo. Ja. Als je longpatiënt bent of last van je longen hebt, kom weer bij jou. Hoeveel groter is dan de kans dat je corona krijgt en dus uiteindelijk ook in het ziekenhuis belandt? Het is een beetje te maken met wat voor longaandoening je hebt. Maar ik denk dat de meeste mensen niet vatbaarder zijn voor een virus als iemand anders. Tenzij dus je een probleem hebt in die afweer, in die eerste afweer. Maar als je het eenmaal hebt, zal dat ontwikkelen van het virus en hoe je daar ziek van wordt, denk ik net zijn als bij andere mensen. Maar als je al een ernstige longbeperking hebt, dus als je minder volume in je long hebt of het werkt minder goed, dan zijn je reserves natuurlijk ook wat kleiner. Dus als je dan ziek wordt, dan kan je er wel, heb je minder reserves om het op te vangen. Er komt een prangende vraag van Robert, al meerdere malen gesteld. Dat is voor de longarts. Ja, je bent aan de beurt, hè? Het zijn vooral ook hele praktische vragen. Mensen willen maar weten van, goh, maar hoe zit dat en dat en dat. Ja, hartstikke leuk. Ja, maar dat is ook waar men mee bezig is natuurlijk. Vraag voor de longarts, na hoeveel tijd zijn antistoffen meetbaar in het bloed? En is bloedonderzoek een goed alternatief voor het testen op corona? We hebben eigenlijk verschillende soorten antistoffen in het bloed. We hebben vroege en latere antistoffen. En ik ben eventjes aan het nadenken wat nou de vroegste termijn is, want die heb ik niet helemaal scherp. Ik denk een dag of 10. Ja, zoiets zou ik ook zeggen. Ja. Maar ze verdwijnen ook weer. Dus je hebt zo'n window van zo'n 10 tot zeg maar 3-6 maanden dat je die antistoffen kan vangen. Dat is een beetje waar we nu aan denken. Maar we hebben echt een heleboel mensen met net zo'n klassiek verhaal als jij, geur en weet ik veel wat. En dan nemen ze de antistoffen af. Niet te vinden. Want geur en smaak, ook maar meteen heel veel mensen denken van, oké, jongens, als dat fout gaat, dan weet ik bijna al zeker, dan heb ik corona. Mm-hmm. Maar hoeft niet zo te zijn. Mm-mm. Is voor iedereen anders? Nee, precies. Wat we net al zeiden, van ieder lichaam reageert anders op dat coronavirus. Dus er zijn mensen die echt wel hun geur en smaak behouden. Het is wel eentje die vrij typisch is voor corona. Dat zie je niet bij alle andere virussen. Maar ik denk ook als jij flinke verkoudheid hebt en je neus zit goed dicht, dan heb je ook verminderde smaak en geur. Ja. Er komt een bericht van de regie. Uitlopen is geen probleem. Dat is fijn. We mogen met z'n vieren gewoon lekker uitlopen. Dat is mooi. Elina heeft graag antwoord op een vraag of je zonder klachten nog steeds besmettelijk bent. Ja, ik zou zeggen dat je zonder klachten echt minder besmettelijk bent dan met klachten. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Maar ik wil ook zeggen dat je zonder klachten met corona nog wel besmettelijk kan zijn. Ja. Dus het is een beetje dubbel, mijn antwoord. En dat is ook weer zo'n voorbeeld van hoe ingewikkeld het nou allemaal is. Ja. Weet je, dat weten we eigenlijk nog niet. Dus we weten wel dat met klachten ben je echt besmettelijker dan zonder klachten. Maar zonder klachten kan jij het ook doorgeven. En dat is dan eigenlijk weer een goede uitleg voor waarom die basisregels dus zo belangrijk zijn. Dus wij staan hier ook een stukje van elkaar. Dus stel je voor dat ik morgen een beetje keelpijn krijg en ik laat me overmorgen testen en ik heb corona. Dan ben ik nu al besmettelijk, maar nu heb ik geen klachten. Nee. Dus het is maar goed dat jij 2 meter bij mij vandaan staat. Want anders moest ook, hè? Straks doe ik mijn mondkapje. Ja, ja. Nee, maar snap je, dat zijn dus de redenen voor dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld die termijn van 2 weken thuis zijn, die is ook echt bedacht op de kans dat je nog besmettelijk bent. Hè? Die kans is niet nul, want daar hebben we er gewoon geen bewijs voor. Maar wel zo klein dat we zeggen, nou vind het wel weer veilig dat je naar buiten gaat.
snap ik. De mondkapjes. Hè? We moeten inmiddels allemaal... Nou ja, nu wordt het eigenlijk van harte aanbevolen. Het is nog net niet verplicht, maar dat zit er wel aan te komen. Dat heeft ook een gevolg voor hoe wij met elkaar omgaan, denk ik. Of niet, Erno? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, je ziet elkaar niet meer goed. Nee, dus maar heeft het daarnaast ook nog... Want er zijn mensen die zeggen, ja, die mondkapjes is leuk en aardig. Maar er zijn heel veel mensen die dan denken dat die anderhalve meter ook niet meer zo belangrijk is. Gaan we daardoor vrijer met elkaar om? Of is het juist een signaal van, oké, er is iets aan de hand. Moeten we opletten. Wat denk je? Ik denk dat dit nog een open vraag is. Maar ik vermoed toch meer het laatste. Dat als mensen met mondkapjes rondlopen, ze zich ook meer bewust zijn van dat ze voorzichtig moeten zijn. Dus dat uiteindelijk het wel gaat helpen. Uit dat sociaal is ook de consensus wel verschoven die kant op ook. Ja. Ik vond het wel mooi wat jij eerder zei over die kaaseffect. Ja, ik denk wat je eigenlijk hierover kan zeggen. Je hebt afstand, je hebt je handen wassen, je hebt mondkapjes. Je hebt allerlei dingen die we met elkaar doen. En geen enkele maatregel werkt perfect. Dus ook een mondkapje is niet perfect. Het houdt de grote druppels tegen. Ja. Maar nog steeds zouden er piepkleine druppeltjes doorheen kunnen komen. Dus dat is de reden dat je, ondanks dat je mondkapjes draagt, nog steeds bij elkaar uit de buurt moet blijven staan. Dus je kan het bijvoorbeeld zien als een soort een gatenkaas. Daar kan nog van alles doorheen. Ja. Leg je er nog een plakje voor? Zijn er al een paar gaten afgedekt? Leg je er nog een plakje voor? En leg je er nog een plakje voor? En al die gatenkaasjes achter elkaar, ja, dan heb je uiteindelijk iets te pakken wat echt veilig is. Zo kan je maar het naar werkt kijken. Altijd iets. Het werkt altijd iets. Het heeft altijd nut. En dat is misschien het belangrijkste ook voor thuis om te weten. Ja. Dat mensen zeggen, weet je wat, ik blaas een kaas uit, het komt er gewoon doorheen. Blijft er iets achter in het mondkapje. Ja. Volgens mij zijn we bijna aan het einde. Ik hoef het niet af te kappen. Ik kijk of er nog een vraag binnen is. Voor Erno, is mentale fitheid ook van belang voor het herstel van corona? Daar hebben we het ook al een beetje over gehad, maar misschien nog een keer. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja. Dus mentale fitheid in hele brede zin helpt ook in die herstelfase. Het is wel bekend dat mensen zolang moeheidsklachten houden. Ja. En het is ook heel erg de vraag van waar komt het nu vandaan? Waarschijnlijk zijn daar heel veel verschillende oorzaken voor. Maar een van de oorzaken is waarschijnlijk ook nog doorgaande stressgerelateerde klachten die nog steeds een effect hebben daarna. Dat is niet om het te bagatelliseren, want dat zijn echt reële klachten die mensen hebben. Ja. Die te maken hebben met zorgen, maar die ook een directe effect hebben op het lichaam. En het lichaam, zeker in dit soort in de strijd met infecties, zijn stressreacties, is eigenlijk gewoon één samenwerkend geheel wat je hersenen beïnvloedt. Ja. Dus dat betekent dat de stressreactie zorgt dat je immuunsysteem naar beneden gaat, zorgt dat dit soort klachten erger worden. En ja, dus in die zin heeft het heel veel met elkaar te maken. En moeten dus zorgen dat mensen ook geestelijk gezond blijven na een ziekte, om ze daaruit te helpen. Want het ontstressen, je hebt het er net al over gehad, is eigenlijk een goede manier om dat te doen, is om toch een beetje, ja, hoewel het niet altijd makkelijk is, maar toch onder de mensen te blijven, bezig te blijven, dingen te blijven doen. Ja. Ook, en niet bijvoorbeeld heel lang in bed blijven liggen en dat soort dingen, maar gewoon... Ja, dingen die ik net al noemde. Want zijn er nog meer tips? We hebben zelf ook onderzoek gedaan naar een aantal weerbaarheidsfactoren die mensen beter laten omgaan met de hele coronacrisis. Ja? Een van de dingen die daarvoor komt is ook het vermogen om positief te denken. Dus ben je in staat om ook misschien positieve kanten te zien aan de hele crisis? Ja, maar dat zit waarschijnlijk ook een beetje in je karakter natuurlijk. Dat zit zeker kun je in je daar nog mensen handvatten geven om te zeggen, nou, op deze manier is het misschien makkelijker om... Nou ja, dat is ook wat ik bedoel. Hè. Dat zijn weerbaarheidsfactoren. Ze zijn gedeeltelijk karaktertrekken. Maar gedeeltelijk ook veranderlijke karaktertrekken. In de zin dat je ook over de tijd wel veranderingen ziet in hoeverre mensen in staat zijn om dat te doen. Ja. En misschien kun je ze ook trainen om dat meer te doen. Dus je zou kunnen zeggen, van kunnen we nou mensen zorgen dat ze meer positieve kanten kunnen inzien? Noem eens iets, een oefening of een training die je daarvoor zou kunnen doen? Wij zijn wel bezig met trainingen daar ook voor. Dus die je bijvoorbeeld met apps zou kunnen doen, waarbij mensen elke dag laat terugdenken over de dag van wat zijn nou de positieve dingen die je gezien hebt deze dag. Dus dat is één mogelijkheid wat je zou kunnen doen. Ja. Een andere mogelijkheid is ook in de berichtgeving meer positieve kanten benadrukken ook. Dus we hebben het alleen maar in de media over wat alle ernstige gevolgen zijn van de hele crisis. Het is natuurlijk heel belangrijk om dat te doen. Ja.
Maar laten we ook eens keer belichten van, wat nou de positieve kanten zijn. Dus dat je meer tijd hebt misschien voor hobby's of om een instrument te leren. Of ja, doe je dat soort dingen? Nou ja, goed. Nee, dat zijn natuurlijk ook wel dingen die meer in brede zin zijn. Ik denk dat heel veel mensen ook wel baat hebben bij de soort vertraging in de maatschappij die we gezien hebben tijdens de coronacrisis. Even on hold. Waarbij veel mensen toch het gevoel hebben dat ze even niet mee hoeven te rennen. Waardoor er sommige mensen ook wel echt positieve gevolgen hebben gehad van de hele situatie. En het huis is zo lekker opgeruimd, hè? Alle klusjes zijn gedaan. Ja. Maar die zijn nu dus wel weer gedaan, toch? Ja. Niet als je je kinderen thuis hebt. Oh nee, maar de kinderen mogen nog steeds naar school, hè? Dus ja, dat in het begin. Ik maak even een rondje nog. Maar stel dat jullie nu even in de stappers mogen staan van premier Rutte en je mag het volk toespreken. En jullie hebben allemaal je eigen camera, dus daar is mm-hmm. iets te zeggen. Wat zou je dan tegen de mensen thuis zeggen? En dan mag jij beginnen met deze prachtige opdracht, Erno. De onverwachte opdracht hier. Ja, misschien niks. Nou, ik zou zeggen dat in een crisis die er nu aankomt, die nu weer erger wordt, dat het van het grootste belang is dat we met z'n allen daar samen een doel stellen van, wat willen wij nu bereiken? Dus wij willen met z'n allen ervoor zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. Dat is een heel belangrijk doel. We hebben allemaal belang bij. We hebben allemaal mensen in onze omgeving die daar direct kwetsbaar voor zijn. Dus het is van groot belang dat wij allemaal bijdragen aan het verhelpen van deze ernstige situatie. Ja, dankjewel Erno. En dank voor de komst ook meteen. Alma? Ja, ik zou als stip op de horizon willen zetten dat we met z'n allen met onze families bij de kerstboom willen zitten eind van het jaar. Ja. En ik denk dat de weg daarnaartoe is echt om die toch wat onprettige, maar echt nodige maatregelen met z'n allen vol te houden. En ik zou dan die stip op de horizon, de kerstboom, die zou ik er dan tegenover willen zetten. Als het even moeilijk is dat je daar dan aan denkt. Ja. Want hoe eerder alles weer normaal is, hoe eerder we weer meer vrijheid hebben. En met elkaar kerst kunnen vieren. Maar is het reëel om te denken dat als we ons nu allemaal echt aan de regels houden, dat we gezellig met de familie, niet te veel vrienden en zo, maar bij. Ja, ik denk echt dat dat kan. Het is nu half oktober. Ja. We gaan echt, als iedereen zich er nu goed aan houdt en het werkt, zien we dat toch binnen een paar weken wel weer de goede kant op gaan. En dan denk ik wel dat dat kan. Okay. Maar dat kan ik niet alleen. Dus daar hebben we iedereen voor nodig. Oké. Okay. Ja. Alma, ook dank voor de komst. Monique. Ja, het slotwoord. Ik denk dat wij in ons hele leven allemaal virussen en infecties tegen gaan komen. En dat na corona misschien wel weer wat anders komt. Dus volgens mij is het goed om je eigen weerbaarheid te optimaliseren. En jouw gewicht is een heel mooi voorbeeld. Ja, ik ga aan de slag. Ik zou graag willen dat iedereen denkt van ik ga elke dag een wandelingetje maken van een half uurtje na het eten. En ik kijk ook even wat ik eet. Mooi. Monique, ook dank voor de komst. Het was hem dan, de eerste online talkshow. We zijn een beetje uitgelopen, maar er waren heel veel vragen. Dat wil niet zeggen dat we die vragen niet meer beantwoorden, want om 1 uur zijn we er gewoon weer terug. En dan gaat het ook nog steeds over corona, maar gaat het meer over wat gebeurt er nou niet alleen in je lichaam, maar ook in het ziekenhuis allemaal. De opschaling en alle dingen die geregeld moeten worden. Dus ik hoop dat als je nu gekeken hebt en je hebt nog vragen, dat je om 1 uur weer gewoon kijkt. En dat kan allemaal, radboud.umctv.nl. Dank voor het kijken en misschien tot zo.